Na ons Goldigger experiment is het nu tijd om te kijken of we ook zonder supercars chicks kunnen regelen. Ik ben samen met Maliet en Niek en we gaan kijken wie van ons de meeste game heeft. En als het ons überhaupt lukt om een nummer te scoren, gaan we vervolgens die meiden bellen om te kijken of ze daadwerkelijk het juiste nummer hebben gegeven. Wederom een heel mooi experiment dus. Hi, mag ik het vragen? Ja. Ik vond het wel leuk als je mag. Misschien een nummer. Laat even weten of je dit soort video's leuk vindt door een duimpje omhoog te doen. En ik wil je nog even bedanken voor 900.000 abonnees. Dat is crazy. Jij is onderweg naar 1 miljoen. Kom op, let's go! Oké, welkom. We gaan even iets nieuws proberen vandaag. Eigenlijk heb ik nog nooit echt, ja, vroeger heb ik het wel gedaan, maar recent niet. We gaan nummers fixen van chicks en ze daarna meteen bellen om te kijken of ze wel het echte nummer hebben gegeven aan ons. Als ze überhaupt een nummer gaan geven trouwens. En we hebben hier gemiet met Nick en Maliet, dus dit gaat goed komen. Heb ik een goede fuckboy outfit aan? Of niet? Ik hoor niks, ik hoor er geen antwoord. Perfect. Gewoon letterlijk mijn alledaagse outfit eigenlijk. Yo. Kijk, we hebben een hele mooie spot. We zitten hier aan het water en hier lopen dus de hele tijd mensen langs die vanaf de pont komen. En wij kunnen hier gewoon zitten en vanaf hier alles filmen. Het is tijd dat we eindelijk een leuk meisje in de haak slaan, gasten. Ja, hoe lang zijn we nou al single? Kom op, veel te lang. We zijn echt lang single. En gelukkig hadden we gisteravond natuurlijk erg rustig aangedaan en waren we super scherp voor vandaag. Goeie, maar dan gelukkig ook rustig aan. In de hand shaken. Waar heb je het over? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Bro, niet morsen, bro. Oh, dat is zon! What the fuck? Ik ga als eerst. Ik heb gisteren niet gedronken. Ik ben fit en fresh. Ik wens jou alle succes van de wereld. Jij kan dit. Ja. Ik kom niet thuis zonder vrouw, hè? Prima. Zal ik ook voor jou even mijn best doen? Ja, prima. Wel zwaaien dan, hè? Ja, ik doe het nu al. De jongens die daar zitten, daar is die hele grote camera. Die trouwens niet aan het filmen is. Kijk nu. Maar goed, omdat Nick natuurlijk verlegen is, duurde het erg lang voordat hij de eerste persoon had aangesproken. Ga jij vanavond naar het concert hier, of niet? Nee, ik werk hier. Oh, je werkt hier? Ja. Oh, oké. Nou, veel succes. Oeh, die is wel leuk. De eerste die ik ga aanspreken, ga meteen een nummer geven. Ready, Stijn? Ja. I'm ready. Let's go. Hij ziet als een rockster. Hij is wel heel smooth, hoor. Ja, misschien lukt het wel gewoon de eerste keer. Oké, ik denk nu een plan van aanpakken. Wat ga ik doen? Ja. Ik ga hier bij de fietsen wachten, dat is beter. En anders sta je zo creepy te wachten tussen al die mensen. Oh, nu lijkt hij mee een coke dealer. Mag ik wat vragen? Ben je Nederlands? Sorry. Oh, you're not from Holland? Nee, oh nee, ja, die jongen komt meteen claimen van, joh, dit is mijn meisje. What's the purpose? Oh, you live here? Yes. I think you're a really cute girl, so I just wanted to talk to you. Thank you, I don't understand the... Oh, where are you from? I can talk any language you want. French. Do you want to marry me in French? It's a bit early to ask this now. Oh, it's 7:30, I think it's a great time. Do you mind if we get each other's number? No, sorry. No? Oh, good. We zijn busted! Kijk weg, doe normaal. Ben jij net ook opvallend, bro? Oké, na dit supergoede, totaal niet ongemakkelijke begin is het tijd voor feest! Want we hebben eindelijk een sponsor! Hey, hallo daar. Ik wil graag even een momentje nemen om de sponsor van deze video te bedanken. Namelijk Emma Sleep. En jullie dit fantastische matras te laten zien. Of eigenlijk moet ik zeggen Emma Hybrid Premium Matras. Je gaat je slaap binnenkort namelijk nodig hebben, want de lente komt er weer aan. Vandaar dat ik nu ook op dit dakterras kan zitten of liggen. Een drukke maand met Pasen, Koningsdag, dat soort dingen. Daar moet jij goed uitgerust voor zijn. Dit is namelijk een consumentenbondwinnend matras, waar je uitgerust wakker wordt. En de juiste ondersteuning biedt op je hele lichaam op alle plekken die je nodig hebt. En dat kan nu van jou zijn! Want ik heb namelijk een kortingscode voor je. Stefan10. Dan krijg je op de 50% korting die er al op die webshop is. Nog 10% korting. Zorg nou eens goed voor jezelf. Koop zo'n Emma matras. Nogmaals bedankt Emma voor het sponsoren van deze video. En dan gaan we nu verder met de video. Oh, nee. Kijk. Kom er nu 2-2-2. Ja, in het groen. Die moet je hebben. Ja! Ja, groen! Hoi, mag ik wat vragen? English? Oh, someone is coming to bring my phone here because I lost it. Maybe I can call him with your phone? Yeah? To check... Zij zijn sowieso actrices. Ja, volgens mij zijn ze ook Engels. Ze zien er te knap uit. Where are you guys going? Just to the full web that is bottom barrier. Oh, great. All right, thanks so much. That's my number. My name is Steven, by the way. Oh. I'll text you later. Yeah, kijk, ze lopen. Ze moeten wel. Have a nice day. Ze zijn binnen. Heeft hij even? Ja, that's my guy, that's my guy. Er zitten daar twee zittende meiden. Die vragen letterlijk gewoon om Mali energieën. Hello, very good afternoon, both of you. You are two friends or sisters or... Or girlfriends.
The last one. Oh, very nice, very nice. Okay, so I thought he was very cute and I want to ask your number, but... Yeah. That's not possible, or is it? Not really. No, Ja hoor, die man kent echt geen grenzen. Hij gaat gewoon alle leeftijden, alle soorten, alle rassen. Zijn die bloemen voor mij? Nee! Oh, jammer. Ja. Aan wie ga je ze geven? Aan een vriendje. Oh, heb je een vriend? Ja. Kom af, ik vond het wel leuk als je mag. Misschien een nummer. Ben jij Stefan van Verlek hier? Oh nee, dat ben ik niet. Oké, ik heb wel een vriend. Dus oh. Het spijt me. Maar mag ik wel je nummer? Ik heb een vriend, dus helaas. Oké, ook niet gewoon als vrienden, zeg maar, zo. Jij bent maar echt een Chinees. Ah, oh, oké, precies. Thanks, jij ook. Mis je nu al. Dankjewel. Kijk, hij zit nu letterlijk gewoon op zijn rekenmachine. Hij doet alsof hij op zijn telefoon zit. Allemaal lelijke toeristen. Oh, er komt een nieuwe lading aan. Ja, er komt een nieuwe lading aan. Een nieuwe lading, oké. Nieuwe lading met kan je niet praten, waardevolle, dierbare, belangrijke vrouwen die altijd hoog moeten staan aan een man. Vrouwen, hier. Mannen, hier. Niek! Nieuwe lading! Huh? Nieuwe lading komt eraan! Perfect! Respectfully, hè? Respectfully. Vrouwen, hier. Maar ga even terug naar zijn fietsstand positie. Ja. Ze smeert bij Boudy. Nu zit hij weer op zijn rekenmachine. En nu was het tijd om het betere versiertrucs uit de kast te halen. Hoi, mag ik het vragen? Ja. Kom je in Nederland? Ja. Oh, gelukkig. Ik ben bezig met een enquête. Oh nee, sorry. Nee, maar het is een hele korte. Nee, ik hoef ook mijn telefoonnummer. Oh. Helaas. Fuck. Hey, he's struggling, man. Ja. Yeah. Zijn ook allemaal zo lelijk. Oh, wacht. I gotta ask you guys something. I was just saying that you guys have a very nice appearance. And I was wondering if I could get your number. Oh, no, we're married. Oh, married to each other? Yeah. Wow, happy marriage. Nee. En eigenlijk wilde ik deze al niet doen, maar die jongens drongen erop aan. Dus ik besloot erop af te stappen. Maar toen ik er op de schouder stikte en ze zich omdraaiden, besefte ik me dat ze heel jong was. 14. Oh ja, precies, ja. Oh mijn god, ik moet hier weg. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Ik ben de moeder. Oh, je bent de moeder? Ja. Oh, leuk. Nu staat haar moeder ook nog eens naast me. Ik wilde dit helemaal niet. Hoe praat ik mezelf hieruit? Wat wilde je aan mijn dochter vragen? Nee, want wij zijn een video aan het opnemen. We waren nu met mensen aan het praten en ik dacht dat je achter in beeld langs liep. Wie is die vrouw? Oh mijn god, familie. Oh, ze is gelijk met de moeder. Fijn als ja. Je haar wilt bleuren. Ja, nee, komt goed. We zijn namelijk zeg maar hier een video aan het opnemen, dus vandaar. Oh, we zijn het filmen. Oh, kut, worden goed. Oké. Ja, ik zou je doen. Hi. Oh my god. Oh my god. Holy shit, ouwe. Ja, daar gaat hij weer, daar gaat hij weer. Precies op die drie. Hi. Zijn je Nederlands? Nee. Where are you from? Utrecht. Are you from Scotland? Ja. Are you going to the festival? Oh, I'm not gonna pickpocket you or anything. Ze denkt serieus dat ik haar... Fucking hell. Ze denkt serieus dat ik haar... Ging bestelen of zo. Ik zei zo, hey, ga je naar een festival? Waar lopen jullie heen? Zegt die chick tegen die ander, let goed op je spullen jongens, Nee joh. Maar weet je wat is, misschien is het toch niet zo'n hele goede plek. Het is van de plek. Ja, het is van de plek. Het is van de plek. Maar ik zeg eerlijk, mensen in Amerika, vooral de meiden daar en zo, zijn echt minder preuts. Ja, preuts? Het ligt eigenlijk gewoon aan het land. Het ligt aan het land, bro. Het ligt gewoon aan het land. Ik heb bijna geen Nederlanders hier aangesproken hoor, ze zijn allemaal buitenlanders. Oh. Dus, nee, dan de locatie. En toen had Nick en Malit nog een hele interessante strategie. Het is toch altijd wel lekkerder om hier te zitten en gewoon te kijken dan dat je daar in de field staat. Jezus, als je hier staat dan is het toch wel weer anders hoor. Hè? Man. Niet achter een boom staan. Malit gaat dus iemand aanspreken en laat vervolgens een foto aan die persoon zien van Nick die dan achter de boom tevoorschijn komt. A very good afternoon. I got a question for you two ladies because I think you both look very nice today. Thanks. But I have a friend of mine and I'm trying to get him on a date. Would you mind sharing your honest opinion about him? He's cute, yeah. You think he's cute? Yeah. But because he's here! Oh my god, he's actually cute! Hey! She said you was cute! You're very cute. Wow. Can I get your number?
I have a boyfriend. Ooh. Oh. Yeah, what about you? I mean, like, I'm the second option. But can I get your number, though? But because I like you. You like me? Yeah. Kan ik eens je nummer? Nee. Gaat ze de nummer geven? Nee. Zal ik er naartoe gaan? Zeggen van, oh my god, are you my lief? Can I get your number? We just went to the festival, digital. Oh, digital. Yeah. Yes. This is a YouTube video. Oh no, we would never do that. No. What? YouTube? No, me neither. Yo, are you my lief? De laag? Yeah, yeah. Can I take a picture for you? Yeah, of course. Oh. Yo, so cool to see you here, bro. DJ, he's a DJ from South Africa. So cool to see you here, bro. Yo, bro. Nice to meet you, mate. Keep on going, man. Hey. What is happening right now? Yes, thank you very much. Bye-bye. All right, have a good day. Bye-bye. Heb je een nummer nou? Ja. Je hebt een nummer, hè? Ja. En omdat Nick als enige nog geen nummer had, besloot hij het nog één keer te proberen. Ik ga rennen, Zo, hij staat haast. Komt helemaal buiten adem daaraan. Hoi, mag ik je nummer? Mag ik wat vragen? Ja. Ik zat daar boven op het terras. Ja. En ik heb jou ooit gezien, ergens, en toen durfde ik jou niet aanspreken. Nick heeft wel echt schijt, hè? Ik weet niet wat me toen bezielde. Maar toen was je weggelopen en dacht, kut. En nu zie ik jou weer. En ik dacht van, oké, nu ga ik het gewoon doen. Dus, hoi, ik ben Niek. Hoi. Ja, hand schudden, dit gaat goed. Nee, schrik nee, maar toch wel weer ja. Maar ook weer ja. ik ben wel single. Zullen we contact houden? Ja, is goed. Maar waar denk je dat je me gezien hebt dan, als je uit Haarlem komt? Ik was een keer in Amsterdam. Ik weet je liep gewoon voorbij. Ik zat gewoon eigenlijk net als nu. Ik dacht, oké, shit, dat is wel mijn type, ja. Maar ja. Hij komt dichterbij, hè? Kijk, hij staat wel wat dichterbij dan nu. Toevallig, volgens mij zitten jouw vrienden daar, of niet? Lachen? Oh, nee, weer eens kijk. Wegkijken. Nee, ik zit daar. Daarachter. Oh, wat grappig. Maar laten we contact houden. Ja, dat is goed. Wie weet? Zo, wat heb ik geluld. Oh, wat erg. En omdat we eigenlijk een beetje het concept waren vergeten van dat we ze meteen zouden terugbellen, besloten we ze later nog te bellen. Alleen niemand nam op. Dus ja, ik bespaar jullie de moeite.